Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Paul Ricard. Het seizoen gaat beginnen. De allereerste TCR Europe Race met de Honda Civic. En normaal vliegen we, maar ja, weet je, toch allemaal een beetje ingewikkeld tegenwoordig met dat corona-covid gebeuren. Helemaal Marseille, dat was code oranje. Rood was het geloof ik, hè? Ja, rood al. Rood al zelfs, dus wij hebben gezegd, we gaan het anders doen. Kijk maar, jullie zien het al. We hebben namelijk een camper gehuurd. Dus wij gaan het heel anders doen. Wij gaan dit jaar op roadtrip met deze camper. ''2020, eindelijk, we gaan beginnen. En we gaan veel racen, dat is één ding wat zeker is. Ik zal het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap zal ik gaan rijden. Waarvan hier de Honda Civic Type R 3 races gaat deelnemen tijdens het Europees kampioenschap. Dat is in Paul Ricard, hier waar we staan. Dat is in Spa-Francorchamps en in Garama. Maar tevens zal ik ook het wereldkampioenschap rijden. Daar doen we alle 6 de races met de Audi. Ja, het Europees kampioenschap rijd ik dan met het team van Boutse Gideon Racing. Maar het wereldkampioenschap rijd ik met het team die hier bezig is. Dat is het team van Comtiu. Die rijden hier met 3 auto's. Bart, Taufik en natuurlijk deze jongen, want die kennen jullie nog wel, Mehdi Benani. Wij staan hier bij de auto's die vorig jaar kampioen zijn geworden, de Hyundai's. En herkennen jullie die meneer daar nog? Pietro, hands up. Inderdaad, achter dat masker zit de man waarmee ik 7 jaar heb gewerkt bij Roval Motorsport in de BMW. En dan nog meer Hyundai's in het kampioenschapsteam. Ook een broertje en een zusje, Andreas en Jessica Bakman. En ook Peugeot is aanwezig in het kampioenschap met de snelle broertjes Claire. En ook aanwezig in het veld, we kennen hem natuurlijk uit het wereldkampioenschap, Pepe Oriola met de Honda Civic Type R en de snelle Daniel Lloyd. Maar we gaan eerst kijken naar de kwalificatie. En is er dan hoop voor Coronel? Nou, in de vrije training ging het niet echt lekker met de Nederlander. Laten we hopen dat de problemen die hij had met de Honda, waaronder de topsnelheid, toch opgelost zijn. Topsnelheid en remproblemen, dat zijn een beetje de problemen die Coronel heeft. Box for new tires and wait for second run. De tweede run, daar moet het gebeuren. De man die startnummer 31 heeft in dit kampioenschap. Vers rubber, zou een paar tienden, misschien wel een halve seconde moeten schelen. En dan moet alles wel op zijn plaats vallen. Doorzien je, hele snelle rechte bocht en dan maar een soort hoefijzer. Een bocht die nooit ophoudt. Het is wel mooi, het circuit van Paul Ricard. Waar de uitloop enorm is, dat kan je hier zien, maar afsteken absoluut verboden. Oké, sorry Tom, you are P13 now. P13, so we are not in Q2. Uiteindelijk zou Tom Coronel starten vanaf de 14e positie. Niet waar hij staan wil tijdens het eerste weekend TCR Europe. Het is lekker weer, het is warm. Maar ja, is dat in zijn voordeel? Plek 14. Ik denk niet de plek waar ik had willen staan. Wat problemen met het rempedaal wat iedere keer wegzakt. Maar ja, het is nou eenmaal zo. We kunnen gewoon weer lekker racen en dat is het belangrijkste. Tijd om even naar de startopstelling te kijken. Deze man heeft pole position, John Filippi. Daarna staat Mehdi Benani, dan Daniel Lloyd, Girolami, Claire en die andere Teddy Claire. Jimmy voor Teddy. En dan gaan we racen. Voorheen was het altijd een tijd plus 1 ronde. Nu zijn het gewoon voorlopig 10 ronden. Dit is de eerste met de beste start van Daniel Lloyd. Hij zit dan aan de binnenkant. Filippi aan de buitenkant. Filippi zit dan helemaal fout. Gaat afsnijden. Mag dan niet de eerste plaats innemen. Want je bent buiten de baan geweest. En valt zelfs 2 plaatsjes terug. Dat doet hij heel netjes.
Vanaf pole position verliest hij dan wel twee plaatsen. Jammer, maar helaas zou je kunnen zeggen. En dan rijden we mee met Tom Coronel en let op wat er dan gebeurt. Ja, dan komt een Hyundai voorbij. Heel makkelijk. Deze nog makkelijker. Ja, dan zou je kunnen zeggen, heeft dat dan iets met de slipstream te maken? Het is de Belg Nicolas Baert die er wel heel makkelijk voorbij ging. Ja, en dan is het fijn hè, dat Paul Ricard gewoon enorme uitloopstroken heeft. Daar kun je een klein beetje half naast de baan rijden of helemaal naast de baan als het nodig is. Maar vooraan gebeurt er helemaal niks. Daar rijden ze achter elkaar aan, maar Coronel zit midden in het gedrang. De gevechten met een auto die gewoon niet lekker loopt. Start niet helemaal fantastisch van Coronel. Wint één plaatsje omdat er iemand blijft staan, maar verliest ook weer een plaats aan de man die naast hem stond. En dat was Baert, die daarna weer achter Tom terecht kwam. Maar goed, zo gaan we richting de eerste bocht. Daniel Lloyd, nummer 1, 2, 3. Hij pakt de eerste positie. Dan is het deze man met start nummer 17, Martin Riba. Brutal Face Racing Team, teamgenoot van Daniel Lloyd. Hij valt uit en kijk eens wat daar gebeurt. Ja, heeft hij wat geraakt of heeft hij niks geraakt? Maar in ieder geval breekt gewoon de stuurstang links voor. Ja, lekker druk zo, Tom Coronel. Kijk links, kijk rechts. Everybody's watching me like crazy. En die voorbanden zijn ook veel te heet. Gaat daar helemaal dwars. Het is de man met start nummer 7. Halder. Die daar dan weer helemaal dwars gaat. Tja, het is wel mooi rook, maar het schiet allemaal niet op. En verliest veel plaatsen. Maar zou niet uitvallen. Dat doet deze man wel. Lewis Kent. Achteruit zijn auto de pits ingeduwd. En kijk eens wat daar gebeurt met Pep Oriola. Ja, hij is in gevecht met Jessica Beckman. Broertje Andreas rijdt erachter. Beckman ruimt wat pilon op. En het probleem van Oriola is een loszittende motorkap. Kijk, ja, dat is lastig. Dan hoop je dat die andere pin goed blijft zitten. Want anders klapt hij op je vooruit. En ja, zo gaat Oriola weer een plekje terug. En zo schuift hij weer een plekje op. Ten koste van startnummer 26. Zoals gezegd, Jessica Beckman. Die kwalificeerde voor haar broer Andreas Beckman. Ook in een Hyundai. Aan boord bij Coronel. Let op, links die hoekpin. Zo heet hij. Schiet ook los. Mijn hoekpin is los. On the left front. God damn it. I have to stop, guys. Otherwise my window will break. Dat is wel een verstandige beslissing, maar er zijn meer problemen. Hey, get the fucking alarm out. I only have alarms on the display. Coronel niet blij, rustig terug naar de pits. Topsnelheid niet aanwezig. Achtergebleven in Nederland lijkt het wel. En ook de temperatuur gaat heel erg omhoog. Dus het is een slechte eerste race voor Tom Coronel hier op Paul Ricard. Ja, dat probleem is het makkelijkste op te lossen. Even die pin terugzetten. Maar de andere problemen, die blijven. Goed, dan wordt er natuurlijk gewoon geraced. Dit is nog steeds het gevecht tussen de man die wel doorrijdt. Tja, als het wat te heet is, dan is misschien zo'n extra opening wel lekker. Want dan is er wat extra koeling. Maar het is zo slecht voor je topsnelheid. En Andreas Beckman doet dan wat zusje Jessica eigenlijk niet deed. Meteen voorbij aan Oriola. Jessica Beckman rijdt daar dan nog steeds achter. Het gevecht gaat nog wel even door. Daar is de derde uitvaller van de dag, Nicolas Baert. Terwijl daar Jessica Beckman langzaam rijdt. Het achterwiel staat stil. Wat is daar gebeurd? Het is op het rechte stuk, vlak voor de pits. Hier zien we het. Ze gaat binnendoor bij Pep Oriola. Oké, een beetje trekken en duwen. Dat is toerwagenrace, maar dit gebeurt toch gewoon helemaal op het rechte stuk. Is dat een wraakactie van de Spanjaard? Als ik zo kijk, tja,
Helemaal handig is het niet. Hij valt daar wel van de curbstone af. Maar om nou te zeggen dat hij dit had kunnen voorkomen... Ja, dat had hij inderdaad. Jessica Beckman is het slachtoffer van de actie van de Spanjaard. Beckman zet de auto neer. En ook zij zal niet aan de finish komen, maar wordt wel geclasseerd. Net als deze man, Pep Oriola. Ook hij niet aan de finish, wel geclasseerd. En Stefan Vantaya, ook hij zet zijn auto stil. Daar Oriola in de pits. Die ziet dat zijn teamgenoot Daniel Lloyd goede zaken doet. Want Daniel Lloyd rijdt aan de leiding van de wedstrijd. Brutal Fish met een Honda Civic. Zij gaan af op de eerste overwinning TCR Europe van 2020. Hij wint de wedstrijd voor Mehdi Benani in de Audi RS3 LMS. Dan John Filippi in de Hyundai. Dus we hebben drie merken op de eerste drie posities. Daar wordt feest gevierd. Zij zijn blij. Zij mogen naar het podium. Maar Coronel dus niet geclasseerd. Hier de top 9. En Tom Coronel gaat op zoek naar Pep Oriola. Wat gebeurde daar nou? In de laatste corner, she just completely came into me, smashing in the door. And when I went out of the truck, I rejoined the truck. I just checked that the steering wheel was straight, because after the hit she gave me, and with the battle that she also gave a little bit to me, and we had a touch in the straight, and she almost spun in the straight. I overtook him in the last corner, and for me, I think it was a fair move, but then he has rode straight into my back, so I spun around, and. Yeah, he said his car was broken and he just hit me and he said he hit me because of the car was broken, but for me it looks like he did it on purpose, to be honest. I said in the stewards how it happened and why it happened, and at the end they decided no further action. So I think they all agree with the explanation I give them, and I hope she sees it this way as well, because in the meeting the boss of Target asked for my exclusion of the weekend, which I think it's a little bit too much because it was not on purpose. I said, why it happened? I was checking the steering wheel and it was not intentional at all. So, just racing? Racing and yeah, it was. And rubbing? And rubbing, yeah. And pushing a little bit from her side. En dan de winnaar, Daniel Lloyd, slaat een deuk in het dak, maar is wel blij. That was a very tough race. We made some big changes to the car. And he was very loose on the rear. I mean, the only time Benani got close to me was when I was making mistakes, and luckily I was able to hold on and pull a gap, but obviously a great start, and just so grateful. Thank you to the team in Honda, they did a great job. Brutal Fish, it's the start of the season. We didn't have a great day yesterday, and to come here with this level of drivers, the first year of the first race of the season, it's awesome. Tot zover de eerste race op Paul Ricard. Na de onderbreking gaan we verder. TCR Europe race 2. Dit programma is powered by Honda. Driving partner of Tom Coronel. Dit programma is powered by Honda. Driving partner of Tom Coronel. We zijn terug op het circuit Paul Ricard in het zuiden van Frankrijk. Le Castellet, tweede wedstrijd TCR Europe. Met een eerste race die niet lekker ging voor Tom Coronel. Maar hij houdt zoals altijd hoop. Top 10, dat moet echt wel mogelijk zijn. Ik begin even zorgen dat ik niet te veel terechte stukken word ingehaald. En dan gewoon de aanval inzetten. Dus nee, ik heb het vertrouwen erin dat het moet kunnen lukken. Op pole position, de man die de dag eerder als tiende moest starten, Mike Halder. Want de top 10 wordt omgedraaid. En kan hij dan de wedstrijd gaan winnen? Dat is de grote vraag. Deze man start niet. Jimmy Claret, dan heeft Coronel dus al één plekje gewonnen. De start van de wedstrijd. En het is een valse start van de Audi op de eerste rij. Dat is bijna niet te missen voor de heer Taufik. De Marokkaan gaat te vroeg van start met startnummer 25. Denkt dan misschien wel, ach, als ik als tweede aansluit, dan zien ze het misschien niet of straffen ze misschien niet. Maar
Daar gaat ongetwijfeld een straf voor komen. Daar zien we Coronel, die uit het gedrang blijft en inmiddels al wat plaatsjes gewonnen heeft. 2, 4, 6 rijdt ongeveer op de 12e positie. En maar ja, dan komt dadelijk dat hele lange rechte stuk. En een van de problemen die Coronel heeft, is nou net de topsnelheid. Eerst gaan we richting een rempunt. Hard remmen. Gaan we rechts en dan eigenlijk meteen links achter ons Pep Oriola. Die Jessica Beckman de baan afreed tijdens de eerste wedstrijd. En hier Tom raakt. Ja, raakt hij Tom? Nee, daar net niet. Maar hier raakt hij hem zeker. Kijk maar op het linker voorspanbord. Daar heeft hij Coronel gewoon geraakt. En dan gaan we dat vermalendijde rechterstuk op. En de topsnelheid is nog steeds niet aanwezig. My right rear is flat. Just there is flat tire because of Pepper. There's something wrong with my right rear. Bring it in and we will change it and hope for safety car. Bring it in. Pepper, we want to hit me on the right rear. Dat is dan het enige wat je kan doen. De pits in en dan je achterwand wisselen en inderdaad hopen op een safety car. That's all I can do. 0 points, yeah, we won't do anything. You want me to go out for what? Yeah, since we have a safety car, man, you can catch up. So let's go on. Take the chance. Okay, but when there's no safety car, I pit in for what? Godverdomme. Ja, want als de safety car laat in de wedstrijd komt, heb je er ook niks aan. Laten we eens even gaan kijken. Hij heeft een goede start, zeg. Gaat voorbij aan Pep Oriola. Gaat een beetje rechts, gaat een beetje links. Ziet daar de man met 99, Daniel Nagy. Ziet daar de man met startnummer 24, Julien Brichet. Remt dan ook nog lekker laat. Daar rijdt Filippi. Oeh, die heeft dan niet zo'n goede start gehad. Die is wat teruggevallen, maar goed, er rijdt nog wel voor Coronel. En dan zit hij er inderdaad lekker bij. Maar ja, dit is dan het moment van de wedstrijd. Daar een heel klein duwtje, maar hier is het toch wat optimistisch van Pep Oriola. En voor de tweede keer dit weekend raakt hij iemand. Maar misschien was hij ook hier even zijn stuur aan het controleren, zoals hij ook op de zaterdag zei. Start under investigation. Ja, dat wordt even nader bekeken, maar dat ziet iedereen. Dat de man op de eerste rij, de Marokkaan, daar een valse start maakte. Die krijgt een drive-through penalty. En Coronel is inmiddels ook weer op de baan. Gevechten zijn er wel, hoor. Overal eigenlijk in het veld. Ja, dat is TCR, Mike Haller, de man die een dag eerder spinde en toen enorm zijn voorbanden op wist te roken. Maar uiteindelijk wel wist te finishen en hier zijn het gewoon mooie gevechten. Daar Girolami op dit moment op de derde plaats, pakt die positie van Teddy Claret in de Peugeot. Terwijl daar Sami Taufik, zijn drive-through penalty inlost. Ja. Links en rechts wordt er gestreden, maar Haller heeft een kleine voorsprong op Girolami. Girolami rijdt alleen dit weekend. Normaal natuurlijk in het WTCR, waar hij ook Tom Coronel weer tegenkomt. Ja, dit is lekker, hè? Even rechtuit in de chicane en dan weer je plekje zien te vinden. Ja, het is het gevecht om de zesde positie, Brichet. En onder andere Beckman en Jessica Beckman, die natuurlijk een beter weekend hoopt dan de dag daarvoor. Oei, die Brichet wordt daar even aan de kant gezet door John Filippi. En Filippi heeft dan het vizier op de man daarvoor. Oh, dat gaat niet helemaal dwars. En dan kun je buitenlangs. Ja, gaat dat lukken? Nee, dat gaat niet lukken. Dit is zo'n rare bocht. Die blijft maar recht gaan, helemaal rechts. Teddy Claret met startnummer 20 in de Peugeot gooit dan gewoon het gat dicht. En dan is het startnummer 19, Andreas Beckman, die daar weer achteraan moet sluiten. Hij dacht echt even dat hij voorbij was, hoor, die Beckman. Ja, dan kun je daar heel mooi verdedigen en lukt dat toch uiteindelijk niet. Hoe gaat het met Tom Coronel? Niet zo goed. Kijk maar, gaat eraf. Steering wheel is not straight anymore. Fit in. Godverdomme,
you join. Okay, Tom. Understood. Retire the car. Box, box. En zo komt er een niet fijn einde aan het eerste weekend TCR Europe voor Tom Coronel. Heel moeilijk weekend dit. Drama eigenlijk. Ik had een hele goede start, race 2. Ik kreeg een tikkie van Oriola, rechtsachter. En uiteindelijk is er iets links voor afgebroken. En toen moest ik de pits in rijden, want het was gewoon te gevaarlijk. Mijn stuur stond ook helemaal scheef en er is iets voor links voor afgebroken. Drama weekend. En die heb je er ook bij. Niet voor Mike Haller, want die gaat aan de leiding voor Girolami. En dan is het Teddy Claret. Terwijl dat een mooi gevecht is hoor. Beckman zit erbij, Benani. Jessica Beckman zit er ook bij. Hopen voor Jessica Beckman dat Pepe Royola niet in de buurt is. Maar die rijdt pas op de 12e positie. Die heeft zijn eigen gevechten met onder andere Brichet. Nagy die daar vlak voor rijdt. Maar dit is toch een mooi gevecht. Teddy Claret. Het gaat om de derde positie in de wedstrijd. Daniel Lloyd, die graag zo ver mogelijk vooraan wil eindigen om de leider te blijven in het kampioenschap na één wedstrijd. Ja, en kan je daar dan inhalen? Ja, dat gaat wel. Het is heel wijd. Wel een beetje mazzel hebben, maar het lukt. Daniel Lloyd, die schuift een positie door naar de zesde positie. Maar de overwinning is voor Mike Haller in de Honda. Dan Nestor Girolami. Teddy Claret, Andreas Beckman en Mehdi Benani wordt uiteindelijk vijfde. Daniel Lloyd eindigt dan op de zesde positie en scoort net genoeg punten om aan de leiding te blijven van het kampioenschap. Waar het heel erg spannend is. Maar eerst de uitslag van de wedstrijd. Haller, Girolami, Claret en zoals we weten Tom Coronel helaas uitgevallen. Maar goed, voor Honda was het wel een goed weekend, want ze winnen twee wedstrijden en worden zelfs eerste en tweede. In de tweede race. De snelheid in de auto is er wel. Nou moeten ze dat alleen bij Coronel er nog even in zien te sleutelen. Yesterday I drove with very bad conditions of front tires. So today I start on new tires and yeah, I have a very good start and get position one after the first turn and I can drive my own pace and it's perfect. It's unbelievable. Spannend is het in het kampioenschap na één weekend. Eén puntje verschil tussen Daniel Lloyd en Mehdi Benani. En dan staat Nestor Girolami daar twee punten achter. Maar die rijdt alleen deze wedstrijd. Coronel gaat niet naar Zolder, niet naar Monza, niet naar Barcelona. Maar is terug op Spa-Francorchamps in zijn Honda Civic Type R. Maar in de tussentijd rijdt hij natuurlijk wel het WTCR. Tot zover deze uitzending. Voor nu bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer en blijf gezond. Is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel.